Er zijn twee grote problemen, denk ik. Eén is, heel wat vakken worden gegeven door niet-vakspecialisten. Als je gaat kijken, we hebben dat onderzocht, wie geeft er nog wiskunde? Dat zijn geen wiskundigen. Dat zijn ook geen mensen die fysica of dergelijke hebben gestudeerd, maar heel vaak economen of mensen die zelfs totaal andere vakken hebben gestudeerd, maar die dan worden ingezet om dat vak te geven. Het feit dat een vak gegeven wordt door mensen die daar geen basisopleiding hebben gehad in dat vakgebied en daarbovenop niet de leraar een opleiding in dat vakgebied en dus die worden geleid door wat het handboek dicteert, bij wijze van spreken. Maar handboeken zijn ook niet altijd even goed en zalig maken. Daar zitten af en toe serieuze kemels in of dingen die niet zo goed worden aangepakt. Een goede leerkracht, die pakt daar zijn dingen uit. Die geeft de les zoals hij dat wil. En dan lost je daar heel veel van op. Maar iemand die in dat vak niet geschoold is, gaat dat niet kunnen. En dus gaat het niveau van je lessen daardoor serieus onderuit gehaald kunnen worden. En je ziet dan ook de bekwamere studenten, die zeg 8 uur wiskunde enzovoorts, die lijden daaronder, die merken dat hun leerkracht niet mee kan. Hè. Dat is het eerste. Het andere is, de vele uren studie, logisch, dat is ook een enorm iets. Hè. Dus er wordt, het is de laatste maanden nog erger geweest natuurlijk met ziekteuitval, dus dat maakt het dan nog eens erger. Maar de enorm vele uren dat er gewoon geen les gegeven wordt, omdat er geen leerkracht is. Dat er gewoon een semester een leerkracht niet is en dan wordt dat vak niet gegeven. Het systeem is ook vrij rigide, hè? Die uren staan dan open, dus je moet daar iemand voor aanwerven. Die zeggen, ja, maar dat is het lessenrooster van de week, daar staan 4 uur wiskunde op, dus moet er deze week 4 uur wiskunde gegeven worden. En dan zet ik daar op wie dat kan geven, eender wie. Hè? Zet je beschikbaar en heb je een klein beetje de competentie, dan ga je die 4 uur geven. Die kan bijvoorbeeld niet zeggen, goh, we hebben de eerste maanden precies geen wiskundeleerkracht, dan geven we wat meer van die andere vakken nu en dan zoeken wij iemand en dan krijgen ze later wat meer wiskunde. Dat kan theoretisch, daar is op zich niks mis mee. Dat is niet verboden. Je moet niet die lessenroosters volgen, je kunt dat anders. Maar scholen doen dat heel weinig. Heel veel van de lessen die je geeft, zouden in theorie voor 2 of 3 klassen tegelijk kunnen geven. Als het echt over instructie gaat, uitleg, of daar nu 50, 100 leerlingen zitten, dat gaat het verschil niet maken. Op andere momenten wil je misschien wat 10 leerlingen voor u hebben, om die te begeleiden. En dat soort dingen gebeurt bijna niet in het secundair onderwijs. In het lager onderwijs zie je dat al veel gebeuren. Zeggen, oké, voor sommige momenten zetten wij 2, 3 klassen samen. We geven echt instructie, uitleg. Dat is een lezing bijna. Dat kan nog altijd wel interactief. Je doet dat trouwens ook bij 1000 studenten. Je kunt nog altijd interactief lesgeven, je kunt van alles doen. Maar op andere momenten, splitst je die op en sommigen die al beter mee zijn, die werken zelfstandig, soms ook met IT-support. En anderen hebben extra ondersteuning nodig. Wel, die geven dat dan maar parallel. Dat is een systeem dat in het secundair heel moeilijk ingang vindt, maar waar eigenlijk veel meer mee gedaan kan worden. Zet 3 wiskundeleerkrachten samen en geef die 4 of 5 klassen. En je hebt efficiëntiewinst ergens. Hè? Maar je moet alleen afstappen van dat idee, maar dit is de klasgroep. En die ga ik 50 minuten bezighouden. Zolang je daarin blijft, geraakt het daar ook niet uit. En in de lagere school zie je dat meer gebeuren. Dan zie je soms al leerkrachten die zeggen, ik ga geen wiskunde meer geven, mijn collega is daar goed in. Die gaat dat hier vooral niet, hele groep. Ik ga andere dingen doen. En zolang dat je dat niet doorbreekt en in dat rigide systeem, in die lessenroosterjes blijft, gaat je met dat tekort blijven zitten. Allee, stop dat er meer studenten komen die leraren willen worden. Hè. Maar zolang dat er niet is, geeft een leerkracht een schoolopdracht, niet lesopdracht, want die urkes zijn voor u op die dagen in de week. Maar geef uw hele team, want kijk, ik heb een paar experts in dat gebied, een paar in dat gebied. En samen raken die daar wel uit. Als je die goed opleidt, kunnen die dat. En kunnen die zelf zeggen, af en toe gaan we een keer een lezing geven, echt een leswiskunde. Maar heel vaak kunnen sommige leerlingen zelfstandig werken, kunnen we met die anderen iets anders doen. Is er altijd wel iemand beschikbaar om uitleg te komen geven op vraag van leerlingen enzovoort? Kunnen ze elkaar uitleg geven? Sterker, kunnen ook de anderen wat meer meepakken, uitleg geven enzo. En dat maakt de winst. Voor iedereen, denk ik.